Alright, hey, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. En vandaag ga ik voor jullie even een paar dingen uitleggen die zo, maar ook echt zo erg leuk gaan worden in deze zomervakantie. Want ik heb het even gekeken en ik heb om precies te zijn vrijdag. Dus als deze video online komt op zondag, aankomende vrijdag, heb ik zomervakantie. Dan hoef ik niet meer naar school, alleen nog mijn boeken terug te brengen en geloof ik mijn rapport op te halen, et cetera. Maar ik heb dan geen les meer. Wat dan inhoudt is dat ik voor jullie ga proberen om 2 video's per dag te gaan uploaden. Dat zou soms zijn een vlog en een game video. Of 2 game video's. Of een vlog en een praatvideo. Dus hou alvast vast dat er vaak 2 video's online gaan komen. Als dat niet lukt, komt er gewoon altijd eens om 3 uur online. En als ik een 2e video upload, komt die om 8 uur online, denk ik. Dus houd dat even, schrijf het ergens op. Zet het belletje aan bij mijn YouTube kanaal. Dat ik in de zomervakantie waarschijnlijk 2 video's per dag op ga uploaden. Als dat mij lukt. Lukt dat dus mijn dag niet, dan komt er gewoon eentje online. Want dat gaat sowieso lukken. Maar ik wil jullie gewoon heel erg entertainen deze zomervakantie. Want daar heb ik heel erg zin in om mijn kanaal te laten groeien. Ik hoop dat ik deze zomervakantie de 10.000 abonnees kan halen. Als dat lukt, dan gaat er iets heel erg leuks aankomen. Dus als je nog niet bent geabonneerd, doe dat dan even hier nu beneden. Dan helpt het me natuurlijk enorm in de zomervakantie. Die eigenlijk al bijna aankomt. Of voor sommige mensen die geslaagd of niet geslaagd zijn er al is. Gaan ook heel veel leuke dingen gebeuren. Ik ga eventjes een dagje in Amsterdam chillen met een paar vrienden van mij. Dan ga ik ook vloggen voor jullie. Wat gaan we nog meer doen? We gaan naar Walibi als het goed is. We gaan als het goed is nog een keer een meeting organiseren. Waar, dat ga ik nog niet zeggen. Daar komen jullie snel genoeg achter. En ja, dat gaat er dus deze zomervakantie gebeuren. Ik heb daar super zin in. Ikzelf. Maar dat komt niet dankzij jullie. Want kijk even waar we nu zijn. We hebben de 3000 Twitter followers. We hebben bijna de 8000 abonnees. Want we zitten al op de 7600 en nog wat. Dus dat is echt zo, maar ook echt zo insane. Daar wil ik jullie allemaal even voor bedanken. Maar even kijken. Wat we dus gaan doen is, ik ga sowieso heel veel vloggen met deze nieuwe camera. Daar heb ik zoveel zin in. Ik hoop dat jullie de vlogs even leuk vinden. Dus laat het even in de reacties hier beneden achter. En laat ook eventjes achter hier beneden in de comments wat jij deze vakantie gaat doen. Ga je op vakantie? Blijf lekker in Nederland? Ga je genieten van mijn video's? Ga je genieten van andere YouTubers hun video's? Laat het me even weten. Ik vind het altijd wel leuk. En wie weet reageer ik wel eventjes op jouw comment. Met veel plezier of weet ik het wat. Daar heb ik wel zin in. Verder wil ik het ook eventjes hebben over het support op Twitter. Want zoals ik net al zei, hebben we 3000 followers op Twitter. En jongens, dat is echt magnifiek veel, vind ik gewoon. Want kijk eventjes. Ik ben redelijk actief op Twitter. Als ik word gevraagd, reageer ik bijna wel 9 van de 10 keer binnen 1 minuut. Zo niet doe ik het 's avonds. Ik doe heel vaak als ik me film Twitter Q&A'tje. En ik doe ook gewoon Twitter Q&A's op mijn kanaal. Dus ja, daar wil ik jullie gewoon super erg voor bedanken. Meer kan ik daar niet voor zeggen, weet je. De support blijft maar groeien. De subs gingen weer iets langzaam op dit moment. Maar dan weet je, dat maakt niet uit. Er komt vanzelf weer een hele grote boost. Ik ga me daar niet door laten tegenzitten. En gewoon mijn motivatie erin houden. Dus ja, super bedankt voor alles, jongens. Morgen om 3 uur weer een nieuwe video. Dus vergeet even niet op te schrijven. Als er 2 video's per dag online komen. Eentje om 3 uur en eentje om 8 uur. Waarschijnlijk vlogs met game video. Anders 2 game video's of 1 video. Thanks for watching. Tot morgen om 3 uur bij een nieuwe video. Jongens, I love you. Doei.